Tussen Nerja en Maro in Andalusië zien we een aquaduct langs de snelweg. Gebouwd in Romeinse stijl aan het einde van de 19e eeuw. Met als taak water te transporteren naar de even verderop gelegen suikerfabriek. Een grote schoorsteen wijst ons de weg naar de restanten van deze suikerfabriek. En over een onherbergzaam pad bereiken we de ruïne op enige afstand van het aquaduct. Een groot bord wijst ons erop dat het verboden gebied is. Het is er stil en verlaten. Best een beetje mysterieus. Alleen de muren staan nog overeind. En trots steekt de sierlijke schoorsteen met zijn kunstig metselwerk boven alles uit. Deze fabriek is gebouwd in 1884 om suiker te winnen uit suikerriet. Naast de fabriek stond ook een distilleerderij. Ooit had dit familiebedrijf 14 suikerfabrieken en meer dan 10.000 hectare suikerriet. Hier hebben 100 jaar geleden heel veel Spanjaarden hun kost verdiend. Tegen welk loon en onder welke omstandigheden is mij onbekend. Landbouw was in Zuid-Spanje 1000 jaar lang de voornaamste bron van inkomsten. Langs de gehele kust werd rietsuiker gedeeld en werden eerste rietsuikermolen in gebruik genomen. Om de fabriek van water te voorzien werd er speciaal een aquaduct gebouwd. Tot halverwege de 20e eeuw bleef de fabriek in bedrijf. Nerja was lange tijd beroemd om haar suikerteelt. De vervallen suikerfabriek bij Maro en het oude aquaduct herinneren nog aan deze tijd. Heel bijzonder is het feit dat het watertransport van toen nog steeds plaatsvindt op deze ruïne, zonder deksteen. Reden ook waarom het aquaduct nog steeds water krijgt aangeleverd. Kunstenaars vonden hier een podium om hun talenten te tonen. Maar er is geen droog brood meer te vinden. Het aquaduct is opgetrokken uit 4 opeengestapelde lagen en heeft 37 bogen. Eind 2011, begin 2012 is het volledig gerestaureerd. Boven de bovenste bogen aan de noordzijde van het aquaduct bevinden zich blinde nissen met hoefijzerbogen in Moorse stijl. De wateraanvoer vanuit de ruïne naar het aquaduct wordt nu gebruikt voor irrigatie van de grond rondom het monument. In het ravijn loopt onder het aquaduct door in noordelijke richting een
erg moeilijk begaanbaar pad.